Hallo, mag ik u eens iets vragen? Ja, tuurlijk. Waarom doe jij mee aan deze manifestatie? Omdat we het belangrijk vinden dat eigenlijk ook het akkoord dat over meer jaren eigenlijk geldt, dat daar eigenlijk ook budget voor wordt vrijgemaakt. We zijn nog niet zo lang geleden met z'n allen op straat gekomen, omdat men eigenlijk geen akkoord had gemaakt. En nu heeft men gezegd van het gaat er toch komen, maar is totaal geen budget gekomen, wat dus helemaal niet geloofwaardig is. Mensen moeten eigenlijk harder werken, moeten langer werken. Als men daar geen maatregelen tegenover neemt, dan krijg je eigenlijk zowel in het werken in de zorg als het werken eigenlijk in de sociale sector, dat eigenlijk gaat tot burn-outs leidt en dat mensen dat ook niet kunnen volhouden. Ja. De kwaliteit gaat ook serieus achteruit en daarom denk ik dat het belangrijk is dat we hier vandaag een signaal geven. Ja. En waar werk jij juist? Ik werk bij de ploeg VZW, dus dat is een organisatie die kansengroepen begeleidt, vooral ook personen met een beperking naar de reguliere arbeidsmarkt. En ook daar zien we eigenlijk dat de component van de hulpverlening of het sociale werken, dat eigenlijk onder druk komt te staan, dat steeds moeilijker wordt. En dat heeft ook te maken eigenlijk met financiering die eigenlijk anders wordt georganiseerd. Dus een trend van meer naar projectwerking te gaan is al een tijd bezig en waarin dat we zeggen dat het dat je daar ook niet alles in kan organiseren. En dus het is echt belangrijk om een signaal te geven en op te passen dat we niet te veel naar de vermarkting gaan van die sector, wat in Antwerpen eigenlijk voor een stuk gebeurt. En waarom dat we ook hebben gezegd van we moeten daar actie rond voeren en een signaal geven naar de mensen van kijk, dit zijn keuzes die gemaakt worden. Als je daarin doorgaat, dan gaat dat eigenlijk, gaan wij ons werk niet meer kunnen doen. En daarom wil ik vandaag hier een signaal geven. Oké, wel bedankt. Graag gedaan.